In de loop van de jaren zijn er twee favoriete leesplekken ontstaan. Eén daarvan is lekker in bad. En wat ik ook heel fijn vind, is lezen in Frankrijk. Dus op het moment dat ik in Frankrijk ben. En dan, nou ja, ik heb daar geen televisie, geen internet en ga ze maar door. En dan ga je vanzelf aan het lezen en dus ook ontspannen. Ik denk wel dat het gewoon heel erg gezond is voor ons allemaal. En zeker voor mij. Maar ik geloof, als ik mensen om me heen zie, dat daar wel meer mensen baat bij zouden hebben. Is om gewoon, weet je, dat ding steeds weg te leggen. Dus die iPad en de telefoon en al die dingen gewoon uit te zetten en weg te leggen. En gewoon een boek te pakken. En daar gewoon en luisteren naar de stilte. En gewoon achter die wereld van die woorden verdwijnen. En te reizen in je hoofd.